tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Is hij zwaar gewond? Nou, het komt wel weer goed, maar toch. In welk ziekenhuis ligt hij? Kan ik naar hem toe? Nee. Waarom niet? Hij zegt dat hij de waarschuwing voor lief neemt. Het incident wil vergeten. Ik kan niet vergeten. Ik heb nog steeds mijn kind niet gevonden. En er is niets of niemand die mij kan tegenhouden om het een en ander uit te zoeken. Oké, dan zal ik iemand anders op de zaak zetten. Ach, ik wil natuurlijk niemands leven in gevaar brengen. Tuurlijk niet. Ik denk dat ik alleen verder ga. Dat is heel onverstandig. U weet niet half hoe gevaarlijk het is. En als het u lukt, wat dan? Ik zie wel. Maar in ieder geval bedankt voor al uw tijd en uw moeite. Maar ik blijf het onverstandig vinden. Maar hoe dan ook. Veel succes, mevrouw Helming, maar eigenlijk zag ik liever dat u ervan afzag. Wat er gebeurd is, maakt me alleen nog maar fanatieker. Ik moet hiermee doorgaan, ik moet. Verdomme. Hé, waar ben jij geweest? Ik heb mevrouw Simonis ontmoet. Annette, is dat nou wel verstandig? Simon, die wordt helemaal gek als hij het hoort. Ze heeft me het hele verhaal verteld. En? Volgens mij liegt ze niet. Het klonk allemaal erg overtuigend wat ze zei. Ik twijfel niet aan Simon, maar hij doet wel erg raar de laatste tijd. Stoor ik, dames? Vrouwen onder elkaar. Ik ga er maar weer eens vandoor. Dag, Simon. Ik bel je nog wel hoe het met Menno is afgelopen. Ik zie jou later wel. Ik heb nog een afspraak met Matthijs. Hey, dag, Simon. Nou, die heeft haast. Dag, schat van me. Hoe is het met je? En hoe wist jij het? Hoe wist ik wat? Dat wij vanavond uit gaan eten. Ik weet romantische restaurantjes waar de obers weten hoe het moet. Dat klinkt goed. Ik hoop dat je er plezier hebt, maar helaas zonder mij. Waarom? Ik ga uit eten met die uitgever. Alweer? Wat bespreken jullie toch de laatste tijd? Nou, dat vertel ik je nog wel. Of niet. Zeg, ik bel een taxi. Wil je met me meerijden? Nee, ik ben met de auto. Ik geef jou wel een lift. Ik hang graag de martelaar uit. Ga jij voor de verandering dan vanavond eens vroeg naar bed, hè? Dat zou je goed doen. Ja, met wie? Dankjewel. Kijk eens aan. Welkom thuis. Veel eerder dan verwacht, hè? Ja, toen met Carpentier duurde wat korter, maar we hebben echt een fantastische tijd gehad. Die man is een genie. Ja, hij is zonder twijfel een van de beste fotografen ter wereld. Ik ben blij dat ik deze zaak persoonlijk heb afgehandeld. Dat worden hele leuke commercials, denk ik. Ja, dat denk ik ook. André trouwens ook. Hij belde me echt om de havenklap om te vertellen hoe het ging. Jou? Waarom belde hij jou? En hij vindt jou ook zo mooi, Lin. Hij zegt dat de camera verliefd op je is. Nou, en ik begon een beetje te denken dat hij misschien zichzelf wel bedoelt. Ach, die gekke Belgen. Maar ik vind ze wel charmant. Zijn in ieder geval niet zo saai als de meeste Nederlandse mannen. Overdreven gedoe allemaal. Jeannette? Oh, nee? Nou, die ontwerpen liggen in de tekenkamer. Oh, die klant is er al. Nou, ik kom eraan. Een klant? Ja, een nieuwe. Ik ben zo terug. Nieuwe klanten? Waarom weet ik daar niks vanaf? Omdat jij net terug bent. En dan kan je niet alles faxen, Rien. Hé, sorry, deze klant wil per se met mij werken. Ben zo terug. Hoor je dat?
Volgens mij werkt ze achter mijn rug om. Probeert ze de hele zaak in handen te krijgen. Ga toch op, Rien. Carpentier heeft gezegd dat hij in de toekomst nog met je wil samenwerken, dus je kunt makkelijk je eigen bedrijf beginnen. Het wordt een hoog tijdje. Vertel eens, vergader jij altijd in de restaurants? Nou, als het even kan. Ik vind het heerlijk, relaxed. Graag. En bovendien, je bereikt ook altijd veel meer. Als je een goed glas erbij hebt. Op het zakelijk vlak of persoonlijk? Allebei. Oké, eerlijk is eerlijk. Ik wilde je graag beter leren kennen. Ze hebben zwaar tegen? Nee. Natuurlijk zal ik me niet in je privéleven mengen als er iemand is. Die Daniel, een intieme vriend van je? Waarom vraag je dat? Hij vond het niet leuk dat je meer deed dan hem. Is duidelijk een jaloerse type. Vraag me af, is hij ook agressief? Agressief? Daniel? Nee. Hier, moet je dit zien. En dit. Ze heeft gewoon alles veranderd. Rien, hou nou op. Ik had het nooit in handen om te geven. Rien, Daniel. Helemaal niet slecht. Helemaal niet slecht. De kus kan iets beter, maar de rest... perfect. Wat doe jij hier in godsnaam? Hallo, Daniel. Hallo, Linda. Nog steeds spelletjes aan het spelen met meneer Hogedoorn? Let een beetje op je woorden, Daniel, in mijn kantoor. Ik dacht dat dit Jeannette's kantoor was. Wat wil je eigenlijk? Wat bedoel ik? Jeannette spreken. Waarom? Dat gaat jou geen bliksem aan. Hey, Jeannette, hoi. Bedankt dat je gekomen bent, Daniel. Sure. En ik hoop dat je dit de moeite waard vindt. Waar is dit voor nodig? Wie heeft jou opdracht gegeven om zomaar zoveel geld uit te geven? Als jij even goed nadenkt, Rien, dan kun je je heel misschien herinneren dat ik degene ben die verantwoordelijk is voor de giften die onze klanten en ons bedrijf wil doen. Maar ik moet je waarschuwen, Daniel, meer zit er dit jaar niet in, spijt me. Maakt niet uit, Jeannette. Voorlopig kunnen we even weer vooruit. En doe mij een plezier. Hou ons jochie een beetje in de gaten. Dag, schat. Ik begrijp er niks van. 10.000 gulden. Het is een gift, Rien. Ik dacht dat je het wel leuk zou vinden als het opvangcentrum gesteund zou worden. En hadden wij niet nog iets goed te maken? Oh ja, er was nog iets. Ik heb een boodschap voor je, maar... Oh, hier is die al. Daar heeft ene meneer Westmeer voor je gebeld. Of je hem dringend wilt terugbellen.